vader is aan het werk gezet. Of is hij roken op het kamptoilet? Met zijn vrienden als elke dag. Van achter de muren hoor ik een woord. Wat ik zelf niet gebruiken mag. Als moeder het maar niet hoort. Of de wachters bij de poort. Morgen mag ik met de trein. Het kamp uit, moeder zal bij me zijn. Maar vader mag niet mee. Dat heeft hij wel 10 keer gezegd. En dat hij er spijt van heeft. Hij zei, mijn kind, hou je rug goed recht. Het is daar vast veel minder slecht. Tot snel, mijn schatten, snel. Dit afscheid is niet ons vaarwel. Tot snel, mijn schatten, snel. Dit afscheid is niet ons vaarwel. Mijn moeder zegt de trein. Maakt de grote wereld klein. Dan draait ze haar hoofd weer af. Ze zucht en snuit opnieuw haar neus. Ze mompelt iets van straf. Mijn God, ze laten ons geen keus. Ze laten ons geen keus. Tot snel, mijn schatten, snel. Dit afscheid is niet ons vaarwel. Snel, hij zei tot snel. Dit afscheid is niet ons vaarwel. Snel, mijn schatten, snel. Dit afscheid is niet ons vaarwel. Tot snel, hij zei tot snel. Dit afscheid is niet ons vaarwel. Kijk om u heen en zie de bomen, de bloemen en het gras. Maar ook de betonnen palen, het steen, het prikkeldraad en roestig ijzer. De tijd is om ons heen gematerialiseerd in stille getuigen van wat eens hier was en wat op deze plek gebeurd is. De tijd schept afstand, maar brengt ook tezamen. Zeker hier, zeker nu. Kamp Vught en de tijd, wat hebben de jaren, maanden, weken, dagen en uren ons nou precies te zeggen? Ruim 67 jaar geleden, op 26 oktober 1944, wandelen Britse soldaten een verlaten kamp binnen. Op één dag na, 66 jaar geleden, op 5 mei 1945, komt er een einde aan de bezetting van Nederland. 20 maanden bestaat op deze plek van bos en hei een concentratiekamp. Bomen en bloemen versus beton en prikkeldraad. Een ongelijke strijd. Ruim 31.000 mensen hebben hier gehoopt, gebeden, gezongen en geleden. 18 maanden is er aan dit kampcomplex gebouwd door burgerarbeiders en gevangenen. Eind december 1943 pas is het laatste gebouw gereed voor gebruik. Dat is het crematorium waar wij nu op uitkijken. Amper 10 weken oud is Joshua Samuel de Vries wanneer hij op 9 mei 1943 in dit kamp overlijdt en zijn graf vindt op de plek waar wij nu bijeen zijn. Slechts 3 dagen zitten er tussen het vertrek van het kindertransport uit Vught op 6 en 7 juni 1943 en de dood van 1269 Joodse kinderen in de gaskamers van Sobibor. 14 uren duurt de nachtmerrie van 74 vrouwen die in de nacht van 16 op 17 januari 1944 opgesloten zijn in bunkercel 115. 10 van hen zullen dit drama niet overleven. 8 minuten lopen wij zo dadelijk met elkaar langs de binnenzijde van het prikkeldraad naar de asputten. En 2 minuten duurt de stilte die wij samen in acht nemen om alle te gedenken die net als wij nu om zich heen keken en uitzagen op betonnen palen, op stenen en op prikkeldraad, maar ook op het gras, de bloemen en de bomen. De tijd schept afstand, maar juist hier,
Juist op deze plek lijkt die afstand ineens geen rol meer te spelen. Zoals Huub Oosterhuis het verwoordde, maar het was hier en nog. Ze zochten in een andere stad en ik zei niks. En ze zochten in een andere straat en ik zei niks. Ik wou nog protesteren, dat die niet zomaar kon. Ik heb eraan gedacht, maar niks gedaan. Was het te wijd van mijn bed misschien? Of was ik te bang? Was ik blind of wou ik het niet zien? Was ik te bang? Maar wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Iemand moet het zijn. En iemand moet het doen. Maar ik kijk maar niet naar mij. Maar nou komen ze voor mijn vriend. Ze komen voor jou. En ik zie het in jouw ogen, vriend. Je zit in het nauw. Ik zie dat je bang bent van de dingen omheen. Je zegt, dit wordt steeds erger. En dit is pas het begin. Maar het kan toch niet zo zijn dat dit weer opnieuw gebeurt. Wie aan jou komt, komt aan mij, mijn vriend. Heb het gehoord? Maar wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kan er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Iemand moet het zijn en iemand moet het doen, ook als ik het ben. Ik lees elke dag de krant en ik kijk naar het journaal. Ik zie hoe de wind draait, ik zie het allemaal. Maar wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Oh, wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Ja, wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Iemand moet het zijn. En iemand moet het doen. En ik denk dat ik het ben. Het was de kunstenaar Armando, die in de jaren 70 van de vorige eeuw het begrip schuldig landschap introduceerde. Dat is een begrip dat, net als het mooie tweeluik dat hij daarvan maakte, spanning oproept. Want iemand is schuldig. Iets, een landschap, kan dat toch eigenlijk niet zijn. Het landschap is er en het draagt geen schuld. Armando zelf zag dat anders. Hij zei, een landschap dat heeft zien gebeuren. Want in landschappen, in de schone natuur, vinden toch ook vaak de meest afgrijzelijke opvoeringen plaats. Veldslagen, sluipmoorden, man tegen man, aanleg en onderhoud van kampementen, barakken, plekken ter kwelling van weerloze schepsels. Voornoemd landschap heeft zich daar nooit iets van aangetrokken. Is zelfs zo schaamteloos geweest om gewoon door te groeien. Het is een schande. Ik raak er nooit over uitgesproken. De confrontatie natuur en cultuur
is een onbarmhartig gebeuren. En dat gaat met pijn.